Vaak krijgen wij de vraag, moet je een presentatie nu juist uitschrijven of juist niet? Het antwoord op die vraag hangt af van jouw persoonlijke stijl van voorbereiden en presenteren. Er zijn twee stijlen, de performance stijl en de communicatieve stijl. Aan de ene kant hebben we de performance stijl. Bij deze stijl wordt de tekst volledig uitgeschreven. Het gaat om mooie zinnen, mooie woorden en dat je die ook precies zo overbrengt als je voor het publiek staat. Een voorbeeld van zo'n performance stijl speech zijn die van Obama. Daarbij is elk woord uitgeschreven en overal is lang over nagedacht. Obama heeft dan ook vaak een autocue om hem te helpen om die zinnen precies zoals voorbereid over te brengen. Wij als sprekers hebben niet altijd beschikking over een autocue. En dan zul je de tekst uit je hoofd moeten leren. Aan de andere kant heb je de communicatieve stijl. Daarbij gaat het echt om het overbrengen van de boodschap. Na mijn presentatie moet het publiek punt A, B en C weten. Dus het gaat erom dat je A, B en C goed overbrengt, maar dat hoeft niet per se met mooie zinnen. Dus het maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt. In de voorbereiding schrijf je dan vooral steekwoorden op en nog iets korts bij de opening en bij het einde. Bedenk nu eens hoe jij je tot nu toe altijd voorbereid hebt. Was dat met steekwoorden of volledig uitgeschreven? Wat belangrijk is dat je je bewust bent van je stijl. En hou deze stijl vast. Want wat wij vaak zien is dat als een spreker vlak voor een presentatie zit en hij of zij is een beetje zenuwachtig, dan zijn ze gevoeliger voor advies. En als er dan een advies komt van, ik zou het toch helemaal uitschrijven als ik jou was, dan veranderen ze op het laatste moment van stijl en dan gaat het vaak helemaal mis. Er zijn natuurlijk situaties en type presentaties waarbij het handiger is om voor de minder natuurlijke stijl te kiezen. Als je normaal voorbereidt met steekwoorden, maar je wordt gevraagd om een pitch van 1 minuut te houden, is het misschien toch beter om hem helemaal uit te schrijven. En dat is omdat 1 minuut zo kort is en je kunt het je eigenlijk niet veroorloven om er us en a's en betekenisloze woorden als eigenlijk in te hebben. Ook bij een bruiloftspeech zou ik hem toch volledig uitschrijven, zodat je echt goed weet wat je gaat vertellen. Vergeet niet deze video te liken. En abonneer je op ons kanaal voor meer video's over pitchen, presenteren, onderhandelen, vergaderen en effectieve communicatie.